dan gaan we graag naar de officiële opening van de expositie. Daarom geef ik het woord aan Godelieve Engbersen, de enige echte nachtburgemeester van Tilburg. We zijn hier in het Duvelhok in de Sint-Jozefstraat. Zoals jullie zien, een heel karakteristiek pand. En Tilburg is gewoon bekend met een hele grote textielindustrie. Bij de 30 deelnemers zo ongeveer zijn er veel vrouwen en veel mannen. Dat doet mij ook deugd. Mooie verdeling volgens mij. Prachtig dus dat jullie gewoon zelf samen de handen in één hebben gesloten om samen een expositie hier neer te zetten. Ik zelf vind het leuk om twee werken eruit te lichten. Daar rechtsachter, de meeste mensen hebben al rondgekeken, een object, vrouw, lichaam, hangend over een stoel, bloot, met heel mooie licht. Doet mij denken aan de vroegere schilders, altijd was het licht. Het licht in Nederland is heel erg bijzonder. Daarnaast het textiel wat staat. Het doet mij denken aan, is die vrouw uitgeput van de werk thuisgekomen? Want wij hangen de kleren over de stoel als je thuis komt. Is ze niet uitgeput? Vindt ze de werk leuk? De foto is heel hoogwaardig van kwaliteit in mijn ogen. En het is een spannend object. Nou, om het hoekje, wat jullie niet kunnen zien, is een soort patroon. Het heet uit het blote oog. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook alles proberen te zien en te doorzien. En daartoe kan cultuur, kunst, vormgeving, illustraties, die kunnen ons altijd iets anders laten zien. En dat is heel belangrijk, vind ik. Er is, de waarheid is er niet. Er zijn altijd meerdere kanten om iets te zien. En ik vind het aan jullie om ons daarin mee te nemen en ons uit te dagen om uit de platte wereld die er soms is, die driedimensionale wereld te zien. Met computers, met oude werken. Maar gewoon de menselijke kracht, het samen zijn, is het belangrijkst. Ik ratel direct en dan is officieel de expositie geopend. Niet nadat ik een daverend applaus van jullie hoor. Je hebt hier zelf ook een werk hangen. Ja. En waar hangt dat? Hangt net achter. Nou, lopen daar. Zullen we er even naartoe lopen? Dat is mijn werk. Dat is jouw werk. Leg eens uit. Wat is jouw inspiratie? Mijn inspiratie was eigenlijk de tekst. Dus mijn zwarte kleding blijft mooi zwart met een kopje zout en een kopje Natura zijn. En ja, als grafisch ontwerper is het handig om een handvat te hebben. We zijn geen kunstenaar, vind ik. Dus als je dan een handvat hebt, dan kun je daar makkelijk een beeld bij maken. En zo zou ik bij deze poster ontstaan. Ja. Dus, het is ook een expositie die volledig gaat eigenlijk over textiel. Hè? Tilburg Textielstad. Ja, textiel, daar kun je niet omheen hier. Daar kun je niet omheen in Tilburg. Ja. Het blijft altijd in de aderen rondstromen. Ja. Vertel, wat is jouw inspiratie over het werk? Nou, mijn inspiratie ligt meer in de toekomst. En aan de hand van de toekomst heb ik een tekst bijgezocht die ik daarbij vond passen. Hè, die meer heeft te maken met zeg maar, de zoektocht van textiel door de geschiedenis van Tilburg heen. En daarbij heb ik bijvoorbeeld gewoon een bewerkingswijze gekozen die ik leuk vond om uit te proberen eigenlijk. Hoe ben je erbij gekomen om überhaupt mee te doen aan deze expositie? Wat is jullie drijfveer daarachter? Nou, wij kennen Karel, een van de organisatoren. Dat is een oud-klasgenoot van ons. Dus wij kregen ook de tip van dat deze expositie werd georganiseerd. En eigenlijk volgens mij net zoals bijna alle ontwerpers die hier aan meedoen, hebben gewoon een eigen baan of werken voor zichzelf. En konden ons wel heel erg vinden in hun idee van ja, we werken altijd voor klanten. Maar soms is het ook wel heerlijk om gewoon eventjes vrij te doen wat jij wil doen. En onze stijl en ideeën over wat we leuk vinden om te maken, die liggen heel dicht bij elkaar. En zo zijn wij langzaam, hoe zeg je dat, nog niet officieel, maar gewoon voor de leuk. Een beetje na ons werk en in het weekend maken we samen mooie dingetjes. Kun je ook een beetje uitleggen hoe je textiel uit je werk naar voren hebt laten komen? Nou, onze eerste drijfveer was eigenlijk wat we net al zeiden. We wilden gewoon iets moois maken wat wij leuk vinden om te doen.
We hebben het verdeeld in alles wat te maken heeft met natuurlijk textiel en wat te maken heeft met synthetisch textiel. En van daaruit zijn we eigenlijk gewoon heel plat gezegd mooie dingen gaan maken. En dingen die bij ons passen. Een beetje vrouwelijk, een beetje meisjesachtig, lieflijk. En inderdaad, we hebben gewoon alleen maar dat ene thema textiel nodig. En dan lekker aan de slag gaan, creatief zijn.